21 april 1941. Van 488 naar 331 op vleugel A. Een vieze, stinkende cel met een funzige stroozak. Gore, muffe dekens, een zwart belegen hoofdkussen en een vette tafel. Ik ril bij de gedachte dat jij ook zo'n hok gehad kunt hebben. Dan pas ga je voelen wat het zeggen wil gevangen te zijn. En dit is nog maar het begin. Het Nationale Theater heeft de laatste maanden mensen geïnterviewd die verhalen vertelden over het Oranje Hotel. Het Oranje Hotel was de bijnaam van de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitse bezetters hier ruim 25.000 mensen gevangen voor verhoor en berechting. Al in de oorlog werd het complex Oranje Hotel genoemd. Een ode aan de vele verzetstrijders die hier waren opgesloten. Een diverse groep uit alle hoeken van Nederland die de Duitse wetten hadden overtreden. Veelal verzetstrijders, maar ook Joden en Jehova's getuigen en mensen die vanwege een economisch delict werden vastgezet, zoals zwarthandelaren. In deze baaijes zit geen gaaijes, maar Hollands glorie, potverdorie. De verhalen van deze mensen worden in dit programma voorgelezen door acteurs van het Nationale Theater. Het zijn verhalen die niet vergeten mogen worden. In mei 1940 nam de Duitse bezetter het Scheveningse Huis van Bewaring over, gelegen aan de Van Alkemadelaan tegenover de Waalsdorpervlakte. Ze hernoemde het complex tot Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis en Polizeigefängnis. De gevangenis stelde 501 cellen. Gedurende de oorlog werd er een nieuwe barak met 224 cellen bijgebouwd, zodat het totaal op 725 cellen kwam. Emmy van den Hout Allers, haar vriend Jan van den Hout en haar vader Jo Allers werden op 26 oktober 1940 opgepakt voor het illegaal verzenden en ontvangen van berichten naar en uit Engeland. Een cipier met een grote bos sleutels bracht ons met veel gerammel en geknars van getraliede deuren naar binnen. Ik stak mijn handen uit naar de verwarming, want ik rilde van de zenuwen. Ik dacht, wat verschrikkelijk moet het zijn als je hier als echte gevangene gebracht wordt. Ik dacht nog steeds, mij moeten ze niet hebben. Ik zat naast mijn vader, die ook opgepakt was. Ik sloeg mijn arm om zijn hals en gaf een zoen. Dag Emmy, hou je goed hoor. Mijn moeder sprak wel eens over de oorlog, over wat ze in het Oranje Hotel had meegemaakt. Over mijn opa werd thuis nooit gesproken, daar wist ik helemaal niets van. En mijn vader vertelde ook niks. Die had zelf wel een boek willen schrijven, maar mijn moeder zei van, joh, maak je niet dik. Dus ja, het was een beetje heftig allemaal. Jan van den Hout, 31 oktober 1940. 3 dagen in de gevangenis. Ik kan er me nog niet indenken. Het hoge, getraliede venster, de waterkruik, het muurtafeltje. Het is nog geen realiteit. Je lichaam is er. Je jas hangt aan een spijker met je das eromheen en je hoed erboven. Maar je geest is nog vrij. Iedere avond slenteren de Duitsers door de gang. Ze fluiten, zingen of schreeuwen. Ruhe! Voor de deur stond er één stil. De sleutels rammelden en de cel ging open. Het bloed vloog naar mijn hoofd. 2 laarzen bij mijn bed. Hij boog zich over me heen, leuterde iets over eenzaamheid en troosten. Toen rammelde er buiten sleutels en schreeuwde hij ineens met zijn mond vlak bij mijn gezicht, Kalte Liebe, en beende de cel uit. Ik moest zo huilen. Schofte. Oh Jan, wat een hel toch. In een hoek van de kooi ligt een strooien zak. Waar is de ruif? De voederbak? Zijn we nog mensen? Ik loop op en neer, steeds weer op en neer. 4 passen. Emmy, je zult gauw vrij zijn. De rechercheur heeft het me vanmiddag weer beloofd en voor mij is het niet zo erg. Ik ben soldaat geweest en gewend aan een hard bed en droog brood. Ik sliep gisteren op de grond onder de verwarmingsbuizen.
Ons zondagmenu bestond uit rijstsoep, een flauwe glibberige grijs-witte massa met hier en daar een groen of oranje puntje. We kregen de pan in onze handen geduwd met de woorden: hier, een pan snot. Het was niet te eten. We aten hongerig het brood van de vorige dag dat door de droogte geroosterd aanvoelde. Toen de pannen buiten waren, mochten we een kort briefje schrijven. Ik tuurde voor me uit, was met mijn gedachten thuis. Moest ineens zo huilen? Was ik maar bij jullie? Ik ben zo alleen. Ik schreef een paar regels en een dikke zoen voor Jan en mam. Voorover op bed huilde ik zacht en bedacht me wat ik had willen schrijven. Er is al een week voorbij. Ik ben nu veel rustiger. De opstandigheid borrelt nog slechts nu en dan omhoog. Ik gym 's morgens, 's middags en 's avonds een kwartier. Ik heb om mijn studieboeken gevraagd die ik meenam. Ik ga herinneringen schrijven. Ik heb maar een klein stompje potlood van de gier uit 177. Lieve Emmy, welterusten. De bel is hier al gegaan. Vandaag officieel verhoord. Die korte tocht door de schemerdonkere wintermorgen zal ik niet gemakkelijk vergeten. Het Binnenhof, de gevangen poort, ze waren nieuw voor me en toch oud. Op Binnenhof 7, in kamer 141, zat Gestapo-agent Otto Houbroek, die de zaak in handen heeft. Hij vertelde dat jij het goed maakt. De straffen zijn streng, herkende hij. Ze moeten afschrikkend werken. Maar Houbroek was van mening dat jouw straf wel door het voorarrest zou worden gedekt. Zou je dapper blijven, vrouwke? 4 weken terug zijn we voor het laatst in bad geweest. Mijn sokken kan ik 's avonds rechtop tegen de muur zetten. Luchten duurt de laatste tijd hooguit 10 minuten of vervalt gewoon. Het is vandaag weer een sterke dag geweest, want moeder was op bezoek. Ze had een heerlijk stuk zeep voor me meegebracht. Ik ben er zo blij mee. Het is het eerste contact sinds maanden. Dan voel je weer dat er buiten harten voor je kloppen in warm medeleven. Er lopen zulke vreemde geruchten. Dat we naar Duitsland zouden moeten, met meer dan 1 jaar straf. Dat Amerika een oorlog is. Je bent nu nog dicht bij me, maar dan... Ik mag er niet aan denken. In de pauze voor de uitspraak heb ik vader de hand gedrukt. Hem gecomplimenteerd met zijn prachtige, dappere Emmy. En gezegd dat mijn enige hoop was met jou in het huwelijk te treden. Een aanzoek met het vooruitzicht op de kogel aan een vader tegen wie levenslang was geëist. Maar mijn zorgen zijn weg. Want jij bent vrij. Mijn vader vertelde niks. Hij mocht van mijn moeder er ook niks over vertellen. Want wat zij gedaan hadden, dat was normaal. Mijn vader heeft wel eens gezegd van... Je kunt iets doen en dus doe je het. Ik vind dat een hele mooie. Het geldt denk ik voor iedereen. Dus ik wist niks van wat mijn vader overkomen was, wat hij precies gedaan had en waar hij terechtgekomen was. Emmy kwam vrij, in tegenstelling tot Jan en Jo, die werden veroordeeld. Na hun verblijf in het Oranje Hotel zijn ze op 21 juni 1942 naar Duitsland gebracht. Jo Allers overleed op 12 oktober 1943 in Hameln. Jan van den Hout belandde in Waldheim en werd op 7 mei bevrijd door de Russen. Jan en Emmy trouwden op 5 juli 1946. Jan overleed in 2008 op 94-jarige leeftijd. Emmy overleed in 2013. Zij werd 101 jaar oud. Los van iemands afkomst, los van iemands verleden, van de reden waarom hij opgepakt wordt, merk je dat iedereen moet dealen met waar ben ik nou terecht gekomen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat gaat er gebeuren? En hoe
ga je om met eenzaamheid of met te veel mensen in een kleine cel, met dagelijkse routine, met onzekerheid over je lot? En iedereen dealt op een andere manier met die eenzaamheid. Iedereen verhoudt zich anders tot zijn familie, tot zichzelf, komt soms tot verdieping, tot bezinning, tot nieuwe gedachten, probeert zich sterk te houden, probeert inventief om te gaan met een soort leegte waarvan ze niet weten hoe lang die zal duren. En dat vond ik heel bijzonder. Mom Wellenstein was betrokken bij het studentenverzet. In januari 1942 werd hij opgepakt. Het vriest hard. Eerst rijden we naar het binnenhof. Om 7:30 staan we voor de ingang van de cellenbarakken in Scheveningen. Door de poort in de hoge muur. Door nog een poort in nog een muur. Dan door de deur het barakkencomplex in. Daar wachten in de hal, met het gezicht naar de muur, als een ondeugend kind. Miet! Een wachtmeester neemt me mee. Door een dwarsgang, door een ijzeren hek, in een zijgang, doet een celdeur open. Hier. Ik werd me eigenlijk pas goed bewust dat mijn vader dit had meegemaakt, ver nadat ik de middelbare school had verlaten. Het kwam eigenlijk doordat mijn vader in die periode ook benaderd werd van buiten om iets over zijn ervaringen te vertellen. En omdat hij dat met ons deelde, kreeg ik mee dat er dus iets heel uitzonderlijks was gebeurd. Psst. Waar komt dat vandaan? Psst. Het is gauw gevonden. Naast het tafeltje dat in de rechtermuur vastzit, zit een gaatje. Je kunt erdoor praten. Zo krijg ik mijn eerste instructies die me goed van pas komen. Ik hoor dat de kruidenier uit 447 ontslagen zal worden en bereid is een briefje mee te nemen. Potlood heb ik niet, dus met een spijker in de muur prik ik gaatjes in een stuk papier. Moeizaam maak ik zo letter na letter. Een hele zondag kost me dat. Intens tevreden ga ik naar bed. Morgen, bij het luchten, zal de kruidenier het briefje overnemen. Maar diezelfde avond wordt omgeroepen dat we voorlopig niet gelucht worden als straf voor het lawaai dat 's avonds voor het naar bed gaan wordt gemaakt. Het is inderdaad een gezellig tumult zodra de lichten uitgaan. Wordt er op de muren gebonst en naar andere cellen geschreeuwd. Oranje boven, leven de koningin geroepen, etc. De kruidenier vertrekt zonder mijn briefje. Ik lig lang wakker die nacht. Ik verlang zo naar gezelschap dat ik de volgende ochtend de wachtmeester te spreken vraag. Om 10:00 verschijnt hij. Om 11:00 heb ik al een celgenoot. Ben. Een prachtkerel. Hij heeft een stompje potlood, zodat we een dambord kunnen maken. We praten eindeloos. Hij heeft het bed, omdat hij ouder is, en ik slaap op de grond. Als je uitgangspunt is dat het doorgeven aan een volgende generatie van bepaalde ervaringen niet alleen een informatieve functie heeft, maar ook van, misschien kun je er door laten inspireren, dan wordt belangrijk wat zeg maar de drijfveren van een jonge man van toen, 20, 21, waren om op het moment van, op de dag van de bezetting te zeggen, ik pik het niet. En waarom pikte je het niet? En wat deed je om als burger onderdeel van de samenleving te zorgen dat de vrede en de welvaart die tot dat moment heerste, dat die in stand blijven. Een verhoor brengt me naar het binnenhof. Alles gaat goed, afgezien van wat komedie en dreigementen. Ook Ben wordt verhoord. Hij blijft ontkennen. Dan gaat hij 3 dagen de zondercellen in. Als ik hem terugzie, is hij niet te herkennen. Vermagerd, wasbleek, met een bebloed hoofd, uitgeput. Ze hebben hem geen nachtrust gegund en met geweerkolven zijn hele lichaam gemaltreteerd.
De tekenen van zijn handboeien staan diep in zijn polsen. Maar hij is niet gebroken. Een tweede periode zonder cellen wordt hem aangedaan. Tot hij eindelijk bekent. Op van ellende wordt hij teruggebracht naar cel 445. Langzaam knapt hij op. We dammen weer, we praten weer, we lopen weer naast elkaar. Twee passen heen, twee passen terug. Zo verstrijken de uren, de dagen, de weken. Met fantasie en plannen, met lezen en praten, lopen en zitten, eten, wassen, vloer vegen en slapen. Het is 6:30, de bel gaat. Op de gang begint het leven van de vroege ochtend. Daar begint het bruisend stromen van water in de emmertjes. Het klikken van grendels en sloten. De zware laarsstappen van de wachtmeester komen dichterbij. Nog voor de koffie klinkt er lawaai in de gang. Deuren gaan open en dicht. Een stem geeft bevelen. Waarschijnlijk een transport. Plotseling worden ook onze grendels weggeschoven. Het slot klikt. Een kleine wachtmeester stapt binnen en roept mijn naam. Wellenstein, sofort fertig machen. Ben en ik kijken elkaar aan. Een stuk brood in de koffer, koffer dicht, jas aan, hoed in de hand. De kleine wachtmeester verschijnt weer. Austreten. Na 2 maanden in het Oranje Hotel werd hij overgeplaatst naar Amersfoort, waar hij 6 maanden later werd vrijgelaten. Hij bleef zijn verzetswerk voortzetten. Tijdens de oorlog zette hij zijn herinneringen op schrift. Na de oorlog werd hij gevraagd zitting te nemen in het kabinet van koningin Wilhelmina en was hij topambtenaar en een van de drijvende krachten achter de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de huidige Europese Unie. Hij overleed in 2016... 97-jarige leeftijd. Vlak naast de Waalsdorpenvlakte, binnen de muren van de Scheveningse gevangenis, is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de bouw van een herinneringscentrum. Na de Tweede Wereldoorlog is het Oranje Hotel tot 2010 nog steeds in gebruik gebleven als gevangenis. Maar 1 cel is in de originele staat behouden als herinnering. In mei dit jaar werd het beschermende hek verwijderd dat al die jaren voor de cel heeft gestaan. Cel 601 is een hele bijzondere cel, omdat die na de Tweede Wereldoorlog gesloten is en precies is zoals de cel tijdens de bezetting was. Dat is in die zin heel bijzonder, omdat je ook de inscripties daar ziet en kunt zien waar mensen of geïsoleerd alleen hebben gezeten of zelfs met 5, 6 mensen gevangen hebben gezeten. Het is een cel waarin je het echt kunt ervaren hoe het is geweest om gevangen te hebben gezeten in die tijd. Wolter Peep Bijleveld werkte als elektrotechnisch ingenieur bij de telefoondienst in Amsterdam. In augustus werd hij gevraagd zich aan te sluiten bij het legioen van oud-frontstrijders, een illegale verzetsorganisatie die later opging in de illegale ordendienst. Peep hield zich bezig met de aanleg van een ondergronds communicatienetwerk voor het verzet, maar werd verraden. Ik ben Mieke Brouwer Bijleveld, dochter van Peep Bijleveld en Daisy Meijers. En ik ben geboren in midden in de oorlog in 1942. En toen zat mijn vader al 3 maanden in het Oranje Hotel. Dus toen hij daar zat, kreeg hij een telegram van de huisarts. Gefeliciteerd met de geboorte van je dochter. En dat is natuurlijk wel een heel aangrijpend moment, lijkt mij. Het hele bijzondere stuk, wat nu ook in het Oranje Hotel tentoongesteld gaat worden, is een zakdoek. 1, maar we hebben er 6, waarin hij met draden morsetekens
reeg met een boodschap aan mijn moeder, want mijn moeder moest dan de was doen. En die vond, terwijl ze de zakdoeken zat te strijken, want vroeger streek je de zakdoeken nog, hè, en zag ze daar ineens draden in. En ze waren allebei op padvinderij geweest, dus de morsetekens waren helemaal bekend. Ze zag dus dat het een boodschap was. En trok die draden er weer uit en deed haar eigen boodschappen daarin. En zo is dat een jaar lang is er een correspondentie geweest via de zakdoeken. In januari 1942 ontvangt Daisy Bijleveld een brief via de werkgever van haar man, Peep, die onlangs is opgepakt. De schrijver, een bevriende jurist, vertelt over de gang van zaken in het Oranje Hotel en wat zij voor Peep kan doen. Normalerwijze krijgt de vrouw van een verdachte een kaart waarop aangegeven staat waar de echtgenoot is opgesloten en welk wasgoed mag worden gebracht. Daar het soms maanden duurt voor de kaart arriveert, is het onder de slachtoffers gewoonte geworden een koffertje met wasgoed naar de gevangenis te nemen, daar aan de poort te zeggen: mijn man zit hier. Zodoende de wacht passeren en dan bij de afgiftetafel de naam op te geven. Ze vragen dan naar het celnummer. Antwoord: dat weet ik niet precies meer. Dan kijken ze het na en ervaart men automatisch of hij er wel of niet is. Dan wordt het celnummer ook gegeven. Zodra zekerheid bestaat waar hij zit, naar Binnenhof 7 gaan en een bezoekschein aanvragen. Deze wordt niet gegeven voor het vooronderzoek is afgelopen en de zaak naar het gerecht is verwezen. Door met de lui te praten, komt men soms iets over de stand van zaken te weten. Naar ik van alle kanten hoor, zijn de onderzoeken rechtvaardig. Geloof vooral niet in gruwelverhalen van mishandeling. Heb al meerdere slachtoffers gesproken, welke zonder uitzondering vertellen dat de behandeling goed is. Mocht je meer willen weten, dan hoor ik het wel. Na zijn verblijf in het Oranje Hotel werd Peep op 14 januari 1943 naar Amersfoort getransporteerd. Daarna naar Vught, Haren, via Natzweiler, Dachau, Ottobrunn, naar Doutmergen, waar hij begin juni 1943 overlijdt. Lengte 3,60 meter. Breedte 1,90 meter. Hoogte naar schatting eveneens 3,60 meter. Langs de achtermuur een houten krib, welke 90 centimeter breed was, zodat de lengte van de cel daardoor 2,70 meter werd. Beb Boon gaf onderdak aan parachutisten. Op 18 juni 1942 werd ze opgepakt. Om 6:30 worden we gewekt. Dan was ik me van top tot teen. Ik doe er 1,5 uur over, met de gymnastiek inbegrepen. Dat is enige beweging, want we worden ongeregeld gelucht. Vaak komen we in geen 10 dagen buiten de cel. We hebben reeds verschillende lotgenoten gehad uit gevangenissen uit andere delen van het land. En het schijnt hier het slechtst te zijn. Maar alles went. Ik maak het best. En heb mezelf aardig onder bedwang. Draagt wat niet te veranderen is, nietwaar? Je zit ineens in zo'n cel met een hele klein aantal mensen. Helemaal op elkaar. Met 1 emmer waar alle poep in moest. En ja, die stroomde over als er 5 waren, want dat was niet voldoende. Dat was nog een extra dimensie. En soms ging dat heel goed en dan konden ze heel goed met elkaar. Maar je zit dus heel lang met elkaar. En dan gingen ze kaart spelen of andere dingen doen om de tijd door te komen. Heel vaak voel ik God bij me. Ik tracht door bidden kracht te krijgen en het goede te zien in alles wat ik nu beleef. Spijt heb ik helemaal niet. En als ik dit alles met de dood zal betalen, ben ik volkomen bereid. Alleen hoop ik dat ik zo kan blijven verdraaien en liegen dat er door mijn toedoen geen volgende gepakt wordt. Want prettig is het hier niet.
vies. Muizen en onzindelijke katten. Vlooien en luizen. Onvoldoende water en allersmerigst eten. En ik heb steeds ellendige hoofdpijn en kramp. Mijn zachtbearbeiter Houbrok verhoort me bij voorkeur 's nachts. Ik moet dan zomaar in mijn pyjama mee. Soms is hij poeslief, offreert me bonbons en sigaretten. Dan weer vloekt hij me uit en laat me alsmaar staan. Hij weet alles. Te oordelen naar de afschuwelijke geluiden die hier tot me doordringen, hebben ze allerlei manieren om ons aan het praten te krijgen. Ik verbied mezelf hierover te gaan denken. De dood is hier nabij en de conversatie door de spreekgaatjes gaat er veel over. 2 keer per week is er een transport naar een concentratiekamp in Duitsland. Alles kan je hier gebeuren. Ik deel dit lot met miljoenen anderen en moet dus niet mezelf beklagen, maar keep smiling. Eerst mochten ze elke dag luchten en dat werd ook steeds minder. Dus je kunt heel goed uit dit verhaal volgen hoe het steeds erger werd en hoe het steeds moeilijker werd. In juli 1943 zat Beb Boon al meer dan een jaar in Scheveningen. Toen agent Houbrok van de Sicherheitspolizei haar mededeelde dat hij haar persoonlijk naar huis zou brengen. Maar in plaats daarvan ging zij met vele anderen naar Vught. 10 juli, 's morgens 5 uur. In plaats van naar huis gebracht in zijn eigen auto, ben ik met vele anderen op transport naar het onbekende. Laat Jan niet schrikken. Ik blijf moedig. Maar wees jullie actief. Al mijn geprotesteer hielp niets. Het is wel bar, deze teleurstelling. Vriendin Eefje en zuster Ann zetten zich in voor haar vrijlating. Haar gezondheid gaat hard achteruit. Op 3 maart 1944 is ze vrijgelaten. Maya Bijl heeft onderzoek gedaan naar de verhalen uit het Oranje Hotel, die uiteindelijk gebruikt gaan worden in de expositie in het herinneringscentrum. Het feit dat er zoveel diverse verhalen zijn, laat de functie van het Oranje Hotel zien. Hoe breed in de samenleving, tijdens de bezetting, het Oranje Hotel een begrip was. En dat heeft ruim 25.000 mensen gevangen gezeten. Dat is heel veel, uit heel Nederland. Het is echt, volgens mij, een van de weinige plekken in Nederland waar nog echt een Duitse gevangenis, of in ieder geval 1 cel, die oorspronkelijk nog sinds 1945 is bewaard, te bezoeken is. En ik weet dat bijvoorbeeld Kamp Westerbork en Vught, daar is bijna niets meer van over. En juist als je in dat gebouw staat, met die verhalen, ja, dat raakt. Jos Hartman, gearresteerd in februari 1943. We werden met een gevangenwagen, dievenauto's, zoals je die toentertijd noemde, naar Scheveningen getransporteerd. Samen met mijn ouders, ja. Maar we werden meteen gescheiden. Ik heb ze daarna niet meer gezien. Meteen werden je veters en je das afgenomen, zodat je je niet kon ophangen en dergelijke. Je werd met je gezicht naar de muur gezet. Na een tijd, ik weet niet hoe lang, ben ik meegenomen. Na verloop van tijd stopte de bewaker bij een cel. Hij deed de cel open en daar werd je ingezet. En dat was het. In die cel zat al een doodzenuwachtige jongen. Teunis Vink. Dat was dus mijn eerste celgenoot. Je verveelde je en je zat daar. Ja. En het bestaan was hard. En u was jong, u was 17. Ik werd 18. Het was een geweldig primitief bestaan wat je had. 'S Morgens om 6:00 ging het licht aan en dan moest je opstaan en aankleden. Dan kreeg je een kop sigorij, dat was de warme drank, en verder niks. In de loop van de ochtend moest je de kubelton wegbrengen om te legen. Je moest natuurlijk oppassen, want dan stond daar wel eens een Duitser. En dan kreeg je een oplawaai met een geweerkolf, omdat hij bang was dat je over zijn laarzen zou morsen. Aan het eind van de gang was een deur. Dan kwam je buiten.
en liep je 5 meter en dan moest je die ton overgeven. Daar stond, ja, ik zeg het zomaar, daar stond een Jood. Dat is niet om discriminerend te doen, maar dat was in die tijd. Die kregen alle rotkarweitjes. Hij pakte die ton aan, kieperde hem om en al die stront. En dan kreeg je die tonnen weer terug. Je kreeg er ontsmettingsmiddel in en dan moesten we met die tonnen weer terug naar binnen. Maar je was 5 meter even buiten geweest. Dat vond ik geweldig. Tegen 12 kregen we eten. Dan werd tegen je celdeur getikt. Je moest het klepje wat in de celdeur zat naar beneden doen. En dan kreeg je daar je eten doorheen. Nou, dat was niet overdadig, moet ik zeggen. Dat at je op met je houten lepeltje en likte je uit met je vingers. En voor de rest zat je in die cel. Dat is niet mijn heldenrol natuurlijk, als je dat ziet, hè? Als je in een hok zit en van links naar rechts wordt geschoten. Dat is niet plezierig. We praten niet over de good old days. We praten hier over rottijd. Ik zat eens in een weekend alleen in de cel. Op een zeker ogenblik zong ik een lied dat mijn vader ook wel eens zong. Mijn vader zat aan de overkant in een cel. En die hoorde dus zijn zoon zingen. En die riep naar me. Toen hebben mijn vader en ik contact gehad. Hij zat daar samen met Versteeg, een repetitor uit Leiden. En met de havenmeester uit Rotterdam. Versteeg was een politiek gevangene. En die Rotterdammer ook. En die konden toch een beetje die bewakers inpakken. Ze hadden de relaties een beetje door. Ongeveer een week later riep op een middag een gevangene naar een cel aan de overkant. Hoe laat is het? Daar hadden ze kennelijk nog een horloge. En ze riepen terug, 2 uur. Maar er kwam net een bewaker langs die dat hoorde. Nou, dan zijn de rapen gaar. Cel open. Wie heeft er geschreeuwd? Niemand zei iets. Dus er kwam straf. De ergste straf was koude kost. Dan kreeg je geen warm eten. Dat was verdomd vervelend. Je had natuurlijk altijd honger. Maar de straf was nu dekens en stroozakken inleveren. Die werden de cel uitgehaald en dat is heel vervelend. Want op de Brits kon er maar 1 liggen en voor de rest zat je op die koude vloer. Dat was ongeveer hoe rot je het daar kon hebben. En hoe ze je op alle mogelijke manieren konden pesten. Dan zeiden ze bijvoorbeeld, die cel is smerig. En dan werd hij schoongespoten. Dan was alles nat. Dan moest je maar zien hoe je het redde. Het was hongerlijden en uitgescholden worden. Maar ik zeg er wel bij, ik ben niet mishandeld. Ik heb er natuurlijk verschillende celmaten gehad. Maar aan het eind van mijn gevangenschap gaat de deur open. En wie komt daar binnen? SS-man Ter Haar. De man die mij gearresteerd had. Hij was gevangene. Ter Haar had dus blijkbaar iets gedaan wat niet mocht en werd vastgezet in zijn eigen gevangenis. Maar dat hij juist bij mij in de cel kwam, heel wonderlijk. Ongeveer 8 weken heb ik vastgezeten, van februari tot begin april. Het was een zware tijd en ook een tijd waar je niet graag over vertelt. Thuis natuurlijk, bij mijn ouders wel. En ik moet zeggen dat we wel gelachen hebben over die Ter Haar. Dat hij daar zat. Maar als ik het goed begrijp, bent u dus na de gevangenschap vrijgekomen. Ja. En eigenlijk weer onmiddellijk verder gegaan met de dingen die u al deed voor gevangenschap. Weer hield u er niet van om door te gaan? Nee. Er kon toch niet anders? Nee. Ja. Er veranderde niks. Nee. Nee. En ja, je was toch min of meer verplicht om je niet te laten ringeloren, hè? Moet het toch. Hè? Wat je hier ziet, kijk, dat is een zonnewijzer. Je ziet hier een streepje, een schuine streep met 11:30 erboven. Ze hadden dus geen tijd en betekende dat als 's morgens vroeg de eerste trein voorbij kwam, dan wisten ze, hè, dat het 7 uur was. Zo konden ze tellen
hoe, ja, wat de tijd was met het verstrijken van de trams en de zon. Dus je ziet hier allemaal markeringen van zonnewijzers met tijden erbij, zodat ze ongeveer wisten hoe laat dat het was. Als er een nieuwe gevangene binnenkwam en die had nieuws van buiten, dan schreven ze dat, kon men dat op een briefje schrijven. En je ziet hier onder, zie je een gaatje en daar werd dat briefje naar de buurcel doorgegeven. Jopie van Dorsten was betrokken bij het drukken en verspreiden van de illegale krant De Gids. Op 5 februari 1945 werd ze gearresteerd en na 14 dagen op transport gezet. Maar vanwege het ontbreken van treinen wordt ze naar het Oranje Hotel gebracht. Ik kwam binnen in een hele grote hal en moest met mijn gezicht tegen de muur gaan staan. Zo begon het. Ik werd opgehaald door zo'n Duitse bewaakster en in een kamer moest ik me helemaal uitkleden. Met een vies gezicht liet ze mijn kleren vallen. Daarna moest ik die weer aantrekken en werd ik weggebracht naar mijn cel. Cel 508. Mijn tante heeft eigenlijk de hele leven er heel openlijk over kunnen spreken. Dus dan kwam ik langs en dan hoorde ik die verhalen. En ik hoorde die verhalen van mijn ouders natuurlijk. En als klein kind is dat natuurlijk heel spectaculair. Want jouw tante zat in het verzet. Maar naarmate je ouder wordt en de verhalen weer gaat horen, en zij kon ontzettend goed in details vertellen wat ze had meegemaakt en wat ze daarbij voelde, toen ging je eigenlijk wel beseffen dat die angst, het lef wat ze had, dat toch eigenlijk wel heel erg bijzonder was en heel indrukwekkend. De eerste morgen dat ik er zat, toen dacht ik, wat hoor ik nou toch? Er zat zo'n lamp met zo'n houten blokje. En als je dat blokje opzij schoof, zat er een gat in de muur. En aan de andere kant, vlak naast me, zat een jong meisje. Ze vroeg, hoe is het buiten? Zij zat er al sinds september. De hele winter al. Ze hebben me nooit iets gedaan of zo. Ja, schreeuwen. Dat konden ze goed. En er was een mevrouw die had een miskraam. En die had ik door de gang zien kruipen naar buiten. Want ze mocht buiten zitten op een stoel, in de zon. Die vrouw kroop door de gang naar buiten. Heb ik gezien. 'S morgens kreeg je niets. Alleen zwarte koffie in een grote mok. Dat was lekker warm. En daar kon je je handen even aan opwarmen. Ik had geen horloge, ik had niets. Ik zag alleen maar de stand van de zon. En dan dacht ik, oh, het eten komt dadelijk. Nou, dan kreeg je een bord. En daar zat op of erwtenmeel. Of anders kreeg je suikerbieten en hier en daar een aardappel en een stuk wortel. En dat was alles. 'S avonds kreeg je speciale broodjes. Die werden gebakken. Mini-broodjes. Ik probeerde altijd een stukje over te houden voor de volgende morgen. Maar dat is me nooit gelukt. Ik had zo'n honger. Echt. In 3 maanden ben ik maar 1 keer onder de douche geweest. Ik moest me wassen met koud water. En ik zat onder de luizen. Ik had klerenluis, ik had schaamluis, ik had scabies. We zijn 2 keer gelucht. 2 keer. Dan liep ik steeds iemand voorbij, net zo lang tot ik achter de rug van mijn vriendin kwam. Dan kon ik even aan haar vragen hoe het met haar was. Heel voorzichtig, ja. Weet je wat het ergste is? Je vrijheid. Daar kan ik nu nog over janken. Dat je niet weg kan. Dat is het ergste. Ik zat op de gang en mocht met een stuk of 6 vrouwen aardappels schillen. Moet je je voorstellen. Dat mensen zo'n honger hebben en je moet aardappels schillen. En ik werd uitgezocht. Ik mocht gaan werken in de lege gang. Cellen kapot zagen.
Ja, een ander zou zeggen dat je dat deed, maar ik deed het wat graag. Want ik werd gek van niets doen. En toen opeens... Mijn vriendin ging eerst. En toen diegene die naast me aardappelen zat te schillen. En toen zeiden we, ga jij eens kijken? En toen kwam ze terug en zei, we zijn vrij. Met een paard en wagen zijn we van Scheveningen naar Den Haag gebracht. Die Duitsers keken heel boos. Ze konden ons wel vermoorden. En in Den Haag zeiden ze, we hebben vanavond een feestje. Ik antwoordde, feestje? Ik ga naar huis. Ik weet nog niet eens of mijn moeder nog leeft. Nee, ik ga naar huis. Het einde van de oorlog betekende haar bevrijding uit haar cel. Ze leeft nog, maar haar gezondheid staat het niet toe dat zij hier vanavond aanwezig is. Het Oranje Hotel heet tegenwoordig Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Internationaal is de gevangenis befaamd, omdat binnen haar muren de United Nations Detention Unit van de Verenigde Naties is gevestigd. Hier verbleven en verblijven verdachten van het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof. Na de oorlog is er eigenlijk een soort lotsomkering heeft er plaatsgevonden. Dus de verzetsmensen en de gevangenen werden bevrijd. En daarna zijn er heel veel NSB'ers vastgezet. Onder andere Mussaert en Ros van Tonningen. En een aantal jaren daarna is het gewoon weer een onderdeel geworden van de gevangenis van Scheveningen. En is het tot 2009 gevangenis geweest. En na 2009... toen was er een overvloed aan cellen, was eigenlijk de bedoeling dat dit complex afgebroken zou worden. En toen heeft de Stichting Oranje Hotel gepleit om een deel in ieder geval te behouden. En daar zijn we eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar mee bezig geweest. Het wordt gerenoveerd en het wordt voor publiek toegankelijk als herinneringscentrum. Het wordt historie, hè? Voor heel veel mensen is het gewoon historie. En als je dan bijvoorbeeld praat over het verzet, dan zegt iedereen, oh ja, soldaat van Oranje. Maar mijn vader was geen musicalheld. Het was een hele gewone man die gewoon vond dat hij zich moest verzetten tegen de overmacht. En dat vind ik belangrijk, dat we die persoonlijke verhalen blijven binden aan die oorlog. Ik denk dat juist die beleving van die getuigen, dat die allemaal bij elkaar ons veel meer doen beseffen hoe belangrijk het is dat we ten alle tijde moeten voorkomen dat we recht tegenover elkaar komen te staan als groepen. Ik zie dat niet als afgelopen. Je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet het weer gebeuren. Dus er is nog zoveel te doen en daarom vind ik dit relevant. Wat kunnen we ervan leren en als het fout loopt, hoe zou je dan moeten opstellen? Dat gebrek aan vrijheid, dat je geen vrije meningsuiting hebt, dat er geen persvrijheid is, dat er geen rechtsstaat is, dat is nog steeds relevant, want helaas in andere landen is dat natuurlijk nog steeds zo. En het is een gevaar waar je voor moet waken, ook in Nederland altijd moet blijven waken. Ik geloof dat de geschiedenis er recht op heeft op een objectief beeld, ontdaan van alle romantiek. Dat de volgende generatie begrijpt wat men elkaar aan kan doen.